Heb je je ooit afgevraagd hoe het uitzicht zou zijn aan het topje van een windmolen? Ik zou zeggen, stap erin. Oh mijn god. Oh, ik vind het echt niet leuk, hè? Geen hoofdgevreesd. Jawel. Ja, daarom vind ik het ook zo eng. Holy s***. Nee, hier durf ik niet op te staan. Hier durf ik niet op te staan, serieus niet. Nee, ik ga echt niet. Ik zweer het je, ik ga niet. Ik ben er helemaal klaar mee. Oké, mensen, we staan boven op een windmolen. Wauw. Dames en heren, en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en wat hebben we hier is eventjes lekker de ruimte. Ongelooflijk. We zijn bijna aangekomen in Coevorden. En misschien heb je je ooit afgevraagd hoe het uitzicht zou zijn helemaal aan het topje van een windmolen. Dat uitzicht, dames en heren, ga ik jullie in deze vlog laten zien. En daar ben ik aan de ene kant heel erg enthousiast voor. Maar aan de andere kant ben ik ook wel heel erg zenuwachtig omdat ik hoogtevrees heb. En nu ga je misschien nadenken van, een windmolen, hoe hoog is die precies? Geen idee, goeie vraag. Hoeveel staan er in Nederland? Geen idee, goeie vraag. Maar die vragen ga ik vandaag voor jullie beantwoorden. Maar eerst, we komen langs een prachtig plekje met, zoals ik al zei, genoeg ruimte. Ook hier genoeg ruimte. En oh, wat is de lucht hier lekker fris, schoon. En het voelt goed om hier eventjes de vlog te starten. En te genieten van het uitzicht en van deze mega dikke koe. Holy moly. Hey maatje. 153 heeft hij op zijn nek staan. Nummer 153. Kan ik jou blij maken met dit? Ja. Yeah. Kom maar. Holy moly, hij is echt huge, hè, deze. Niet normaal. Ja, daar staat hier sowieso stroom op. Maar hier, zal ik het bij je neerleggen? Kijk, alsjeblieft. Gaat even ruiken. Ja, ik heb ook geen idee waarom ik dat hier uit de grond aan het trekken ben. Want dan moet je kijken wat ze hier allemaal hebben. Maar goed, was leuk, hè, voor die interactie. Was leuk. Leuk kennis gemaakt te hebben, nummer 153. Heel leuk. Mooie koe. Echt mooi. Ondertussen staat Maimen daar te wachten. En het is nog echt maar iets van 3-4 minuutjes. En dan zijn we er. En... oh. Man, mijn hartslag gaat steeds harder kloppen. Maar ik ben benieuwd hoe Maimen het vindt. Ik denk dat ik het antwoord eerlijk gezegd al weet. We gaan toch even vragen wat Maimen ervan vindt. Van wat we vandaag gaan doen. Schat, hoe voel jij je? Excited. Ja? Ja. Ben je blij? Ja. Ben je er zin in? Ja. Niet zenuwachtig? Nee. Geen hoogtevrees? Nee. Jij? Ga jij dan voor me filmen als we boven zijn? Ja. Oh man, oh man, oh man. Dit wordt wat hoor, dames en heren. Serieus. Heb je enig idee waarom zo'n koe nummer 153 op zijn nek heeft? Holy moly. Oh joh, hij is aan het kakken. Zo, er komt veel stront uit zijn koe. Fly. Oh, fly? Nee, weet ik wel. Wow. Zo'n koeienfly. Ja, oh mijn god, dat was echt niet normaal veel. Het kwam er ook uitvallen. Holy moly, niet normaal. Holy cow, zeggen we dan. Holy cow. Holy shit cow, dat zeggen we dan. Holy cow shit, dat kan ook. In ieder geval. Dus nummer 153 denk ik van de boer. Ja, dat zou best kunnen. Denk ik wel. Ja, dat hij in totaal misschien 160 heeft. En ja, misschien wordt er wel eens een koe gejat, dus dan weet hij nu... Precies. Misschien heeft hij ook al een track and trace op zo'n koe. Zal dat gebeuren, dat koeien gejat worden? Nou, ik weet wel dat er wel dieren gejat worden, ja. Want ik bedoel, als je zo'n heel groot stuk weiland hebt en er staan dieren op, kan je niet altijd controleren of alles nog er staat. Nee, maar ja, dan moet je wel een trailer en weet ik wat allemaal hebben. Zo is die altijd. Ja, nou, zo'n schaap kan je ook zo in de achterbak van de auto. Ja, schaap wel, maar koe niet. Nee, koe niet. Nee, tuurlijk niet. Dan heb je wel echt professioneel materiaal nodig. Ja. Ik denk eerlijk gezegd dat koeien niet zoveel gejat worden. Nee, denk ik ook niet. Maar ja, misschien is er nu een boer die kijkt, of een boerin, en die zoiets heeft van, nou zeker weten, want bij mij is er vorige week een koe gejat. Nou, we gaan nu naar een boerderij. Wie scheppen zo'n koeien? Kun je het vragen? Ja, ik google nu. Worden koeien gestolen? Dat is letterlijk... Kippen ik... wel, denk ik. Ja, zou je denken? Maar kippen heb je misschien niet door, want daar hebben ze meestal duizenden ja, van. En dat is gewoon makkelijk meenemen. Ja, dat is sowieso. Zeldzame diefstal staat er op Google. Er worden wel eens enkele koeien uit een weiland gestolen, maar nog nooit een heel groot aantal. Voor een dusdanige grote diefstal zijn ook meerdere mensen en vrachtwagens nodig om het vee te laden en te transporteren. Ja, precies. Maar hier staat wel een artikel dat 46 koeien uit Belgisch weiland zijn gestolen. 46? Oh, dan moet je echt met 5 vrachtwagens komen. Wat? De koeien stonden op een weiland in Laeisch, in de provincie Luxemburg, in het zuiden van België. En de diefstal vond plaats tussen vrijdagavond 16 april 9:30 en zaterdag 4:30. Bijzonder. Ja, heel bijzonder. Buurtbewoners hebben vrijdagnacht rond 4 uur lichten zien branden, maar niemand heeft de dieven daadwerkelijk kunnen betrappen. De koeien zijn van het ras Salers en de gemiddelde waarde kan oplopen tot 1500 euro. Per koe. Ja, dan zijn er 46 gejat. Ja, dan heb je gewoon, holy shit, iets van 70.000 euro aan koeien gejat. Ja, waarschijnlijk wordt dat dan gewoon meteen doorverkocht.
Maar vrachtwagens, hoe, dat is toch sick? Kom je gewoon met vrachtwagens om koeien in te laden om te jatten? Hoe dan? In ieder geval, we zien hier al een paar windmolens en ik weet zeker dat iedereen van jullie wel eens een windmolen heeft gezien. Meestal is dat dan van afstand en dan kijk je ernaar en dan denk je, wow, is groot. Maar stel voor, je komt wat dichterbij. Misschien heb je dat ook wel eens meegemaakt. Of je staat er gewoon letterlijk onder. Als je dan omhoog gaat kijken, dan heb je zoiets van, oh my god, dit is niet normaal. Zo groot is het. Sowieso afstand heeft zoveel te maken met of iets groot is of niet. Tenminste, voor je verstand. Want van hoe verder je weg bent, hoe kleiner het lijkt. Dat is het. En hier zijn we al redelijk dichtbij een windmolen. Maar alsnog, als je zo in de auto zit, dan ziet het er niet mega groot uit. Toch? Oh, hier komen we trouwens wel echt redelijk dichtbij eentje. Maar straks gaan we er dus gewoon in eentje. En dat is al helemaal uniek, denk ik ook. Ik denk niet dat iedereen dat zomaar kan meemaken. Want er is niet echt een attractie windmolen. Tenminste, daar heb ik nog nooit van gehoord. Dus sowieso super vet dat wij vandaag de kans krijgen om dit mee te mogen maken. En wist je dat er... Oh, ja, hier is het. Oh, moet je eens even kieken. Hier is het, ja? Oh, wat goed zeg. Oh, wat goed. We komen het erf op. Het eerste wat we zien. Holy moly, wat goed. Wat goed. Oh, er ligt daar een lekker katje te chillen. Oh, ik wilde gewoon net... Oh, twee katjes. Dan zet hem achter. Oh mijn god. Oh, we zijn echt bij een perfect adres gekomen. Ja, stap jij maar uit. Zet hem even strak tegen bosjes. Ja, ik wil even meteen kijken hoor. Holy moly. Hey. Oh, ze gaan meteen weg. Hey. Hey. Hallo. Hallo. Goeiedag. Hoe maakt u het? Goed hoor. Mooi. Herman. Enzo. Ach. Goed. Nou, je wist dat ik zou komen, ja, dus had een beetje kunnen voorbereiden, maar dikke jonderen. De jonderen, dan mag jij straks mee naar de windmolen rijden. Oh mijn god, we gaan serieus met de jonderen naar de windmolen. Ja. Wauw, ik moet hem toch even leuk van dichtbij bekijken. En heb je net de nieuwe kitten? Nee, het zijn hele oudere. Oh, het zijn hele oudere. Oh my god. Oké, we zijn dus bij Herman, dames en heren. En Herman die gaat ons vandaag de mogelijkheid geven om gewoon in een jonderen te rijden en dan in een jonderen naar de windmolen. Wist ik geen eens. Super vet. Echt gruwelijk. Kijk eens even, hij staat er ook mooi bij, hé. Ah, niet normaal. Echt ziek, hè, hoe groot dit is eigenlijk, zo'n band. Moet je eens kijken, zo'n band is gewoon, wat zal het zijn? Ik denk 1,70 ongeveer qua hoogte. En zo'n velg, daar kan je gewoon in zitten. Check dit. Oh my god. Ik zit gewoon in de velg van de John Deere. Hij is wel mooi schoon. Hey, Max, hij is schoon gemaakt voor jou. Oh, ja, niet normaal. Deze ziet er echt mooi uit. Oh, dat is echt heel erg nice. En waar gebruik je deze allemaal voor? Voor alle werkzaamheden, zeg maar. Ook voeren, zeg maar, voor de koeien. En schudden, gras schudden, planten en alles. Dus. Want je hebt veel koeien hier? Nee, ik heb alleen jongvee, dus van 1 jaar tot 2 jaar. En die zien we straks nog wel. Dus, Oké, mooi. Dus we gaan straks wel een rondje maken. We gaan straks nog even een rondje maken. Super. Heel erg nice. Ik had in ieder geval even opgezocht. Want misschien vragen jullie af hoeveel windmolens heb je in Nederland. Dat zijn er aardig wat. En ik had gecheckt op Google. Dus ik hoop dat het klopt. Maar het blijft Google. Blijft internet. 2750 stuks op het land. En 3750 stuks in het water. In het water, in de zee, ja. Ja, dus het zijn gewoon meer dan 6000 windmolens die we hier in Nederland hebben. Dus dan sowieso hebben jullie er wel eens eentje gezien. Maar is de windmolen van u? De windmolen samen met Ronald zit binnen. Samen met mijn compagnon, zeg maar, hebben we een windmolen. En hier, de eerste, die staat op mijn grond. Ja. Die is van de Defensie. Oké. Van de Defensie, die hebben we ook 3 geplaatst in het begin, zeg maar. Oké. En daar zie je het rode vlak, dat zijn Duitse windmolens. En de rest zijn allemaal Nederlandse windmolens. Ah. En die 2 aan de overkant die zijn als laatste. En is dat altijd zo, dat alle windmolens in Nederland met rode vlakken zijn Duitse windmolens? Nee. Of is dat toevallig alleen hier? De rode met rode vlakken, dat zijn Duitse windmolens. Ja. En die geen rode vlakken hebben, zijn Nederlandse windmolens. Maar zijn de Duitsers altijd zo, met de rode vlakken? Ja. Want de grens is hier ook heel dichtbij. Ja, de grens is qua beide. Ja. Dus staan die serieus in Duitsland? Of zijn het gewoon... In Duitsland. Oh, wat? Hallo. Hoi. Goeiedag. Ik ben Ronald. Ik ben Enzo. Hoi. 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 Ronald. Hoi. Ja, prachtige plekken hier. Ja, is mooi, hè? Ja, zeker weten. Maar serieus, daar is Duitsland al? Ja. Ik wist niet dat we zo erg dicht bij de grens waren. Ja. Nou, prachtig. En wanneer kom je eigenlijk in aanmerking voor? Ja, nee, niet dat ik hem in mijn tuin wil, maar wanneer kom je in aanmerking voor? Je hebt wel de ruimte achter. Ja, ja, we hebben wel de ruimte, maar ik sta er niet echt op te wachten. Ja, dan moet je vergunning aanvragen. Dan moet de gemeente en de provincie moeten daar allemaal mee eens zijn, zeg maar. Hebben jullie zelf een vergunning hiervoor aangevraagd? Of kwam de gemeente bij jullie van, we willen hier windmolen plaatsen? Toen
Defensie kwam toen bij ons, hè, maar bij alle buren. Dat Defensie die wou graag windmolens doen voor duurzaamheid. En Provincie die wou graag voor duurzaamheid. En toen kwamen ze omdat daar eigenlijk een NAVO-depot is, defensieterrein. En daar wouden ze dan windmolens neerzetten. Ja. En nou ja, dan hadden ze meer plek nodig dan eens alleen op het depot. En toen kwamen ze bij ons. Nou, dat heeft 10 jaar geduurd en toen zijn ze die molen gaan bouwen. Okay. En toen ben ik weer verder gaan kijken. En toen samen met Ronald hebben we deze geplaatst, zeg maar. Oké. Okay. Ik weet zeker dat er al mensen zijn die hier de gedachte hebben van... Oh, Enzo, dan gaan jullie vandaag in zo'n windmolen naar boven. Maar hoe lang doe je daar wel niet over om die trap op te gaan? Er zit een lift in. Er zit een lift in. Er zit een lift in. Oh my god. We zouden mogen met de trap mogen, maar daar is geen doen, denk ik. Want hoeveel meter, hoe hoog is zo'n windmolen? Die van ons dan zit je op 95 meter. 95 meter, dat is flink stuk. Ja, boven is het puntje. Dat is bij ons 150. 150? En die molen die erachter is, is dan weer nieuwe. Ja. Dat is tiphoogte 188. Dus en hoe hoog gaan wij vandaag? 95 meter. Yes. Als je er bovenop staat, dan wat zitten we dan? 97 meter. 97. Zullen we het afronden naar 100? Ja, 100. 100, dat klinkt wel mooi hoor. 100 meter. En zo, het is 4 meter breed. Ja. En ongeveer een meter of 15, 12, wel 12 waar je op staat. Ik sta daar liever bovenop dan naar zo'n ladder op 5 meter. Ja, serieus? Ja, echt. En wat doen jullie verder met zo'n windmolen? Gewoon, dat staat nu en dat doet zijn werk? Dat doet zijn werk. Oké. Okay. Wordt af en toe onderhoud natuurlijk. Ja. Dan gaat dan een keer stuk en dan moet gerepareerd worden. Oké. Okay. Als het maar goed waait, dan is het prima. Ja, precies. Dan doet het zijn werk. Ja. En daar kunnen jullie dan van profiteren. Want is zo'n windmolen, is dat nou echt puur... ik heb er echt geen verstand van. Dus ik stel van alles qua vragen. En als je het niet kan beantwoorden, dan laat het vooral weten. Maar is dat nou winstgevend, zo'n windmolen? Of duurt dat nog 15 jaar? Duurt dat 10 jaar? Of? Nee, dat is wel winstgevend. Ja. Wel winstgevend? Ja. Duurt wel tenminste, in principe verdien je vanaf het eerste of het tweede jaar. Maar je bent wel 15 jaar bezig om de hypotheek af te betalen. Er zit gewoon een hypotheek op. Ja, en de vergunning, denk ik. Hoe bedoel je de vergunning? Nou, de vergunning om überhaupt eentje te mogen plaatsen op je land. Nee, dat duurt ook. Wij zijn een jaar of 3-4 bezig geweest. Hè, om hier van begin totdat ze gingen plaatsen was 4 jaar. Ja. Dus we waren 4 jaar waren wij klaar. En dus in principe is dat heel snel. Oké. Okay. Moet je wel zelf alles voor financieren. Ja. De kosten voor de vergunning en alle onderzoeken. Maar op een gegeven moment heb je dat allemaal rond. En dan vraag je de subsidie aan. Deze molens worden tot op heden allemaal nog gebouwd met subsidie. En op het moment dat je subsidie hebt gekregen, dan kan je ook naar de bank voor de financiering. Ja. Ja, en dan verdien je in principe al wel wat geld vanaf het eerste jaar. Want hoe lang duurt het voordat deze werd gebouwd? De eerste, dat is deze toch? De eerste hier staat. Hier, ja, die staan nu al 10 jaar, hè? Ja, hoe bedoel je, Enzo? Van beginnen met bouwen totdat die dan gaat draaien? Ja, want het lijkt me dat ze iets van een betonlaag maken en dat het daarop wordt gebouwd. Ja. We zijn 15 mei begonnen met grond uitgraven, toen beton starten, toen kwam bouwvakvakantie ertussen en volgens mij 15 september draaide die al. Oh, dat is best wel snel. Het is eigenlijk net Lego, het is gewoon een beetje stapelen, buisjes, je zet een dingboom op en je plakt de wieken er tegenaan, dat is het. Maar misschien zijn er wel eens mensen geweest die op de snelweg van die enorme lange vrachtwagens hebben gezien met van die buizen erop. Nou, dat zijn dus van dit soort onderdelen. Het is echt mega, dat is niet normaal. En serieus, één zo'n, ja, hoe moet je dat noemen? Want het is volgens mij in zijn geheel een propeller. De drie, dat zijn 3 losse wieken. Wieken? Ja. Oké, want ik heb wel eens... Die van hier, zeg maar, die is bijna 60 meter lang. Dat bedoel ik, bijna 60 meter. Ja. Dus ik heb wel zo'n wiek, gewoon eentje, gezien op een vrachtwagen. En je wil niet weten hoe lang dat is. Dat is absurd. Dat wordt helemaal met bijzonder voertuig voor en achter wordt dat begeleid over de snelweg naar een locatie waar dus een windmolen wordt gebouwd. En als je dan gaat kijken naar... even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15 met die daarachter. Die staan dus daar in Duitsland. Maar als je dan gaat kijken naar een waarde van één zo'n windmolen. Of is dat een hele brutale vraag? Of nee, mag ik dat stellen? Heb je hem al in beeld gehad of niet? Nee. Oh nee, wow, hierachter staat er ook één. Ja, dat is Oh, deze staat echt gewoon letterlijk in de achtertuin hier. Oh mijn god, dat staat wel heel dichtbij. Kijk dan, dat staat gewoon hier. What? Oh, die staat echt gewoon letterlijk hier in de achtertuin. Oh my god. Ik dacht dat we naar die gingen, maar deze staat wel echt heel erg dichtbij. Maar deze hier in de achtertuin, dat... Ik denk aan 3,5 miljoen. 3,5 miljoen? Ja. Oh mijn god. Wow, dat had ik niet verwacht. Ik ook niet. Ik dacht aan 0,5 miljoen zoiets. Nee joh, nee. Wow. Maar de kleintjes van vroeger.
De kleintjes van vroeger, die misschien, maar deze. Holy shit. Maar het maakt ook best wel wat lawaai eigenlijk. Je hoort hem wat. Daar de wind ook net precies wegkomt, zeg maar. Ja. Ja, de wind staat gunstig toch? Nu? Het waait nog niet zo hard. Maar nee? Dat is goed. Maar we moeten nog naar boven toe. Als het te hard waait, kun je niet naar boven. Ah, oké, okay, dus dat is goed, dat is goed. Ja. Top. Ja, ik merk ook dat ik een beetje zenuwachtig ben, omdat ik echt zoveel vragen stel. Dat is echt niet normaal. Ja, maar ik vind het wel leuk. Ja, ik ook. Ik ben heel benieuwd hoe het daarboven is. Ja, ik ook echt. Echt geniaal. Nou, dit gaat worden in ieder geval, dames en heren. Holy moly. Kijk eens, dames en heren. Even kijken of je ook kan toeteren. Mop. Dat zijn wel wat ouderen. Ja. Deze is wel echt dikker. Ben je er klaar voor, schatje? Zeker. Gaan we, hoor. Oi. Hoppa. Nou, gaan we even samen in trekken. Zeker. Oeh, is echt groot. Ja, dat is groot, hè? Als je die zo dicht doet, dan is het een beetje een soort van kas, lijkt het wel. maar dan trek je hier even aan. Als jij dan stuur naar mij toe wil doen. Kijk. Hoppakee. Mooie knop erop. Of niet dan? Ja, daar gaan we. Dit is de rem. En dan heb ik hier een mooi pedaaltje. En als ik die zo naar voren zet. Kijk. Zo, hé. Daar gaan we. Even altijd goed kijken naar het uitwijken. Ook die katjes daar zo. Zo, je zomaar gewoon de achterkant van je Lambo rammen zo. Echt, hè? Want die voorkant is best wel groot. Holy shit, dit is mooi, hè? Nou, ik vind het echt serieus super gaaf dat Herman mij dit toevertrouwt. Ja, meteen is van, nou, jij rijdt maar even lekker in de chandelier. Zeker. Nou, had ook wel wat meerdere vlogs gezien dat ik als vakentrek had gekregen. Ja, dat is goed. Nou, ik ga er gewoon met respect mee om. Doe gewoon rustig, niet te gek. Het is een mooi ding, ook al was het geen mooi ding. Het is van een ander. Precies. Hoppa. Moet je ook schakelen dan nu? Nee. Jawel. Als ik sneller wil, kan ik deze. Oh, hoi joh. Ja, dat gaat in één keer sneller, hè? Hij weet dat weer. Oh shit, ja, het staat hazenstand hier ook. Kijk, kan ik hem nu eens één. Oh, dat is wel heel langzaam. Doe maar gewoon in hazenstand, joh. Even knipperlicht is dat. Oh. Handig, hè, zo'n knobbeltje. Maar hoe gaat hij nu uit, die knipperlicht? Hoe gaat die knipperlicht gewoon aanlaten. Oh mijn god, dit is zo irritant. Hij hoort dan uit te gaan als je stuur weer recht doet, maar... Oh mijn god. Maar waar moeten we nu in? Moeten we hierin? Ja, daarachter. Oh. Hoezo doet hij dit? Ah! Ja, maar ja, hij is sneller. Oh. Ja, hij is uit. Kijk eens even. Holy moly. Ja, we gaan er gewoon 30, hè? Dat is hard, hoor, dat zo ding. Hé, hey, samen met mijn vrouwtje. Lekker een trekje. Beetje boerinnetje. Het boerinnetje zo even naar mijn windmolen. Hoppakee, zet me in eens heen. Knipperlichtje aan. Even. Stuur hem zo even erin. Keurig. Ja, zwengt uit, hè? Zwengt uit. Keurig. Maar besef ook hoe mooi hij hier woont. Ja, is prachtig. Gewoon zoveel land. Oh mijn god. Alleen maar groen om je heen. Letterlijk alles wat je ziet is groen. Zelfs de journée. Ja, echt, hè? Dat is toch vet. Ja, dit is mooi. Dit doe je goed. Dit is een mooie parkeerplek hier zo. Kijk, weet je wat ik doe? Je kan hem heel snel draaien. Nou, kijk, gewoon binnen de lijntjes, hè. Je zet hem gewoon alvast met de neus die kant op weer. Ja, we zetten hem wel zo mooi bij de windmolen. Nee, ja, je moet hem een beetje hier op midden zetten, want dan zien we hem van boven ook heel duidelijk. Ja, kijk, zo. Ja, dit is dik, hoor. Nou, ik ben trots op je. Ik kan niet verwachten dat je dat zo goed kon. Nee? Nee. Ik heb jou nog nooit trek zien rijden. Vind ik jammer dat je daar je twijfels over hebt. Ja, nee, maar nu zijn die twijfels weg. Dat is mooi, hè. Je zet hem even in zijn P. Nou, zo. Doe je dit open? Zo. Nou, dat is mooi, hè. Ik zoek alleen even de walkie-talkie waar ik kan zeggen tegen mijn collega's dat ik er later weer ben. Jongens, ik ben er later weer, ja. Kom aan, werk ze. Joe. Zo wil ik elke dag wel naar de werk. Dames en heren, mooier dan dit had niet gekund. Echt waar. En hier staan we dan. En in één keer zijn we echt heel klein. Kijk eens omhoog. Ja, dit is niet normaal. Het lijkt ook gewoon serieus een trap naar een ruimteschip toe. Ja, serieus. Een raket. Check dan. Op naar de sterren. En daar voorbij. Holy moly. Alsof ik in een, hoe heet die attractie? Dat je zo keihard heen en weer gaat op de kermis. Waar je zo misselijk van wordt. Dat je in een karretje zit die je ook die karretjes nog kunnen draaien. Niet de booster, maar echt zo'n ding. Daar zit je in en die gaat zo helemaal zo. Oh, die. Oh, ja, mensen weten vast wel welke ik bedoel. Nou, ja, ik weet niet hoe die heet, maar ik snap welke je bedoelt. Oi, oi, oi. Weet je waar ik dan over nadenk? En ik weet niet of dat ooit door jouw hoofd is gegaan, Herman. Maar stel voor, iemand die je niet mag, bind je vast aan zo'n wiek. Hij hard, daar gaat hij volgens mij Ronald 300 km per uur.
Maar ik heb ook een keer filmpjes gezien. Dat lijkt me ook geniaal. Ik weet niet of dat mogelijk is. Maar dan gaan mensen met zo'n voetbal. En dan trappen ze hem zo omhoog. En als hij dan precies zo tegen die wiek aankomt, dan schiet die bal echt ziek hard. Ja, nou, je wilt toch niet met een bal trappen tegen een constructie van 3,5 miljoen? Nee, dat is waar. Maar ik denk dat die een bal wel kan hebben. Er zijn ook basejumpers, hè, die ervan afgaan. Die filmpjes zijn ook op YouTube. Basejumpers? Ja, dan zetten ze een wiek horizontaal. Ja. En dan lopen die jongens met een parachute lopen op het blad op. Serieus? Nou, dan springen ze er vanaf. Oh. Eens kijken op YouTube. Oh mijn god. Wat? Moet je heel snel je parachute uitdoen. Nee, niet. En op welke site kon je dat zien? Op YouTube. Ah ja, dat komt wel bekend voor, ja. Zal ik eens een keertje op kijken? Ik hoor daar vaker mensen over praten. Maar ja, goed. Zo'n wiek die kan inderdaad vast wel wat hebben. Toch, Herman? Ja, ja hoor. Bal lukt wel. Ja, maar knopouwbal. Huh? Je weet maar nooit, hè? Er zit wel wat kracht achter. Oké, we gaan in het harnas. En we moeten ook zo'n mooi groen helmpje op. Ja, ik weet niet welke kleur jullie hebben. Groen en geel hoop ik dan. En wit. Oh, wit. Nou, ook goed, ook goed. Kijk dan. Geel, wit, groen. Alles is vandaag helemaal in stijl. Ongelooflijk. Jeetje, dit is wel vet, hè? Dit is een mooi plaatje zo, hoor, Herman. Ja? De baas van de windmolen. Ja, wel echt cool. Hoe voelde dat toen u eigenaar was van een windmolen? Het lijkt me best wel gek. Ja, dan kun je nou niet zien, zeg maar. We hebben de naam er nog opgezet. Ronald heeft zijn bedrijfsnaam opgezet. Dus deze heeft een officiële naam? Nee, de bedrijfsnaam staat erop. Ja. En de bedrijfsnaam is? Winvast. Winvast. Ja. En toen kwam alles kwam hier. En toen stond dat bovenste gedeelte hier op de grond. Ja. Verder af te bouwen. En toen zei ik van, goh, ik wil eigenlijk mijn naam erop wel op hebben. Dus snel een reclamebedrijf gebeld. Ja. En dat erop geplakt. Ik zei, een wanspoedopdracht. Want met 2 dagen, dan is hij op 90 meter hoogte. En dan lukt het niet meer. Maar nu staat er dan Herman op? Nee, er staat Bril staat erop. Oh, Bril. Ah, wat vet. Ah. Oh mijn god, geniaal. Dat is die eerste keer draait. Dat is dus wel een apart gezicht. Hè. Ja, ik denk dat u nooit had verwacht in deze sector dat u eigenaar zou zijn van een windmolen. Nee. Nee, dat lijkt me best wel gek. Wel geniaal. Superleuk. Nou, dames en heren, dan komt het nu steeds dichterbij dat wij gewoon in de windmolen gaan. Maar eerst even kijken en dan je spullen aandoen. Of... Ja, hier kan ik even kijken, trappetje op en dan kijken hoe dat eruit ziet. Want je kan met 2 personen in de lift. Ja, maar je kunt hier wel met meerdere boven staan. Holy moly, ik heb echt serieus het idee alsof ik in een raket ga. Oh, serieus. Dat zou wel vet zijn. Kijk die deur ook. Ja. Nou, hier heb je een mooi uitzicht. Ja, dit is wel echt prachtig hoor. Dit is ook precies wat Myron net zei. Die zei van, jeetje, hè, man. Wel goed voor elkaar zo. Dit is echt prachtig uitzicht. Er is echt veel ruimte hier. Lekker man. Maar geen gewassen, alleen vee. Alleen vee, dus ik heb alleen gras. Mooi gras dit. Ja, en dat is dan aardappels van een akkerbouwer die er aardappels in heeft. Jeetje, hoe krijg je dat gras zo mooi? Het heeft goed geregend iedere keer, ja, dus vandaar. Dat is waar, dat scheelt een heel stuk. Jeetje, Mina. Andere jaren was het veel minder. Maar... Ja, dit ziet er echt goed uit. Er zijn veel ganzen die het ook leuk vinden. Ja. Gans is niet altijd fijn, toch? Nee, echt niet. Wat doe je eraan? Niks. Man, het ligt er wel heel mooi bij dit. Niet normaal. Goed, gaan we in het ruimteschip. SpaceX. Oh mijn god. Holy shit, hoe kan ik hier zo omhoog? Wow! Wow! Dat geluid. Kijk dan, schat, je kan hier omhoog kijken. Dit En je moet maar staan daar, zeg maar. Hier staan. En dan recht omhoog. En dan recht omhoog kijken. Holy shit. Oh mijn god. Oké, dus we moeten eerst een stukje lopen met de trap. Oh, hier is de lift al. Wat? Die is klein ook? Oh. 2 personen. Nee joh. Spannend. Oh, heel spannend. Leuk. Wow, echt heel spannend. Dit is de lift. Wat? Hij gaat een beetje bewegen. Oh, hij beweegt ook een beetje. Wat? Maar er is net opbouw geweest. Ja, ja, ja. Hoe vaak ben je zelf al boven geweest? Afgelopen anderhalf jaar. Oh, dus dit wordt wel weer ineens. Dit is van die kijken. Ja, maar is het dan ook zo dat als er mensen over de vloer komen dat ze zeggen, oh hè man, mooi dat je zo'n windmolen bent, maar verkeerd kijken. Sommigen wel, de meesten die durven dat ook niet. Dus. Nee? Maar als er veel waait of het regent of het is wat mist, dan heb je er ook niks aan mee. Nou goed, dan gaat de harnas in, helm op, veiligheid eerst en dan gaat het gebeuren. Wat is dit voor machine? Dit is de besturing. Kijk, het waait nou 4 meter, dus het gebeurt eigenlijk niks. Het waait 4 meter? Ja, 4 meter per seconde, de windsnelheid. Oh, echt waar? Oké. Okay. Hij produceert nu 160 kilowatt. Dus hij is net op het begin.
beheren van zijn vermogen. Oké, dus het is gewoon een rustig dagje waarop we prima kunnen kijken. Yes. En welke kant moet ik mijn papieren vliegtuigje opgooien? Wil ik die 4 meter... Die kant. Ja. Jammer dat ik nu mijn papieren vliegtuigje niet mee heb. Maar als... Hij staat altijd met de neus tegen de wind. Ja, precies. Daar kun je zien, zeg maar, daar komt de wind weg. Je voelt hem ook. Ja, want zo'n windmolen... Hij draait altijd met de wind mee. Want die windmolen die kan 360 graden draaien. Ja. Oké, dus hij gaat altijd met de wind mee. Als je dan 3 keer hebt gedraaid, zeg maar zo, een rondje. Ja. Dan gaat hij stilstaan en dan moet hij eerst weer terugdraaien. Ah, anders gaat de kabel. Ah, dan kan de kabel niet aan, snap ik. Nee. Oké, nou super, fantastisch. Nou, gaan we naar beneden. En dan even op pauze zetten. Dan kan je ook zien wat het blad doet. Als hij in pauzestand gaat, dan draait hij zijn blad uit de wind om stil te staan, zeg maar. Echt waar? Ja. Nou, dan gaan we even naar beneden en dan gaan we even kijken in pauzestand. Oh, wat sick dit, hé mensen. Dit vind ik echt serieus zo mooi. Geniaal. Oh, dat liftje is echt eng, hé. Oh, dit zijn van die dingen die ik dan zo eng vind om te doen. Maar achteraf, als ik dan de vlog zelf terugkijk, dan denk ik van yes, Enzo, you did it, man. I'm proud of you, I'm proud of you. Holy moly, wat een machine, hè. Niet normaal. Oh, je hoort die wind ook echt goed suizen nu er langs. En wat houdt dat pauze in? Je gaat nou uit de wind staan. Uit de wind staan? Ja. Holy moly. En via waar, als je boven staat, kan je kijken? Via de zijkanten? Helemaal bovenop, het platform sta je dan. Oké, en dan heb je gewoon hekjes aan de zijkanten dan... Nee, je zit vast met... Met gesp? Ja. Oh mijn god. Nou, kantelt het blad. Wow, inderdaad, het blad kantelt helemaal. Wow, dat ziet er ziek uit, hé. Wat? Oh mijn god. Wow, dit ziet er heel ziek uit. Maar hij is in één keer veel groter, lijkt het. Maar ik zie dat ook allemaal van die hele kleine kammetjes zitten op zo'n... Voor minder geluid. Ah. Minder geluid produceert. Oké. Okay. Ja, je ziet allemaal... Ja, dat kunnen jullie waarschijnlijk niet zien, kijkers. Maar op zo'n wiek was het toch? Ja. Op zo'n wiek zitten allemaal van die kleine kammetjes. Oh my god, nu is het echt huge. Niet normaal. Herman die zei net van je hebt vast wel eens vroeger toen je klein was je hand uit het raam gestoken van, terwijl je aan het autorijden was. Ja. Toen had ik zoiets van goed dat deed ik op de heenweg zo net nog. En dan merk je dat als je je hand zo plat uit het raam doet dan ga je helemaal naar achter. Maar als je dit doet dan kan je er wel overheen golven zeg maar. Nou dat is een beetje het idee hoe zo'n windmolen werkt. Ik heb er zin in. Ja echt wel. Bungee-jumpen. Oh, ik ben Mr. Krabs van SpongeBob. Oei, joh, hoor je dat? Ja. Ik ben zenuwachtig. Stel voor, dat gaat opeens door mijn hoofd heen. Want ik heb er wel eens over nagedacht. Stel voor, ik zou een meisje zijn. Dan wat voor naam zou ik dan krijgen? Maar is het dan ook zo dat stel voor, Herman, je was een meisje. Dat je dan hervrouw heette? Geen idee. Niet aan mijn ouders gevraagd. Oh. Had gekund, toch? Ik vond het best logisch, Herman. Hervrouw. Ja, je weet niet. Oh, deze is mooi. Ik ben blij dat ik de groen heb. Oh ja, de pet heb ik niet nodig. Ik wou de pet wel opdoen, maar... Maar dat heb je wel, van die helmen die in de vorm zijn van een pet. Ik denk dat dit niet handig is. Ik laat die pet wel hier. Vind je het spannend? Nee? Nee. Man, ik wel hoor. Oh, dat zijn lekkere handschoentjes dit. Oh, je moet ze andersom doen. Andersom? De rode... Oh, dit is de grip. Dat is de grip. Ah. Ja. Oh mijn god, ik doe gewoon verkeerd om. Kijk, dit is de grip. Ik dacht dat dit was. Ik ben nog nooit naar een boomwest, dus wist ik veel. Lijkt wel alsof dit van die plakkers zijn. Dat je gewoon via de zijkant omhoog kan gaan. Dat je elke keer zo je hand blijft plakken zo. Op de zijkant zo. Ben ik klaar voor, Wiggy? Zeker. Ronald! Doe hem de auto los, heb ik de helm mee liggen. Ronald! Herman heeft de helm nodig. We hebben jou nog los, jong. We hebben de helm nodig. Neem de auto op. Neem de auto op, zo de helm nog in Oh, wat vind ik dit mooi, hè? Oh, niet normaal. Oh, nou, laten we maar snel omhoog naar beneden, hè? Zijn we er klaar met? Ik vind het veel te eng. Nou, gaan wij eerst met z'n tweeën? Ja, ik zou zeggen, stap erin. Oh mijn god. Dat je één van de twee kabels eventjes hier aan vastmaakt. Hoe lang duurt het ongeveer om de boven? 5 minuten. Nee, serieus? Duurt het 5 minuten voordat je boven bent? Ja, zo ongeveer. Misschien lift in een scherm. Moeten we zelf trekken? Nee, kom, 5 minuten? Oh mijn god, Ronald. Doei, schat.
even een... Wow, het lijkt alsof jullie opgesloten zitten nu. Ja, we zitten ook opgesloten. Ben je er nog? Ja, ik ben er nog, maar ik vind het niet meer leuk. 5 minuten? Misschien iets minder. Nou, we gaan er. Oh shit! Doei! Doei, mooi, doei! Tot straks! Wow! Oh mijn god. Oh, dit is wel echt iets wat ik moet overwinnen nu hoor, want ik vind het helemaal niet meer leuk. Maar nee, het gaat niet heel hard. Nee. En duurt het dan ook 5 minuten voordat die lift weer beneden is? Oh, dus wij moeten hier nog wel even wachten. Denk ik. Ik schrijf niet dood. Dat vinden mensen altijd wel leuk. Geen hoofdverpleeg. Jawel. Oh. Ja, daarom vind ik het ook zo eng. Je moet wel zo meteen een klein stukje, een paar meter met de trap omhoog. En je doet nu handmatig met je duim, doe je hem omhoog besturen. Ja. Oh, doe niet. Zo gek, joh. Oh mijn god. Holy shit. Ja. Oh, daar ben ik echt blij mee. Ik doe dit nooit meer, weet je wel. Dit is echt 1 keer nooit meer. Dit lijkt wel try before you die. Oh mijn god. Maar het duurt natuurlijk 10 minuten voordat zij boven zijn, want die lift moet eerst naar beneden. Ja. Hoe gaat die lift naar beneden dan? Ik heb hem zo weer een automatische piloot. Ja. Oké. Okay. Oh mijn god, we zijn er. Holy shit. Oh mijn god. Holy shit. Oké, okay, alleen dit stukje moeten we omhoog. Ja. Dat is het enige. Ja, hierboven misschien nog even. Oké, okay, daar gaat hij. Daar zaten wij dus in. Ja, simpel ding, hè? Ja, echt simpel. Het ziet echt simpel uit. Oh mijn god. Oh mijn god. Holy shit, wat is dit vet, hè? Oh, dat is echt heel vet. Oké, okay, dames en heren, dan gaan we. We zijn er bijna. Ja. Oké, okay, mensen, Enzo is naar boven. Nu komt er een lege lift weer naar beneden. Tenzij Enzo het zo spannend vond dat hij nu nog weer in de lift staat. Maar dat denk ik niet. Nu is het mijn beurt. Die dicht. Oké, okay, nou, daar gaan we. Heb je zelf nog van ogen geweest? Nee. Als hieronder nou ook kaartjes waren geweest, dan had je wel echt diep naar beneden kunnen kijken. Dan wel, ja. Van glazen. Ja. Nee, dat had Enzo niet leuk gevonden. Dit is het kruissysteem wat je hier ziet. Dit zijn de kruiwemmen. Ja. Kruien, dat is de neus in de wind houdt. Dus hij draait het hele gol, het hele machinehuis. Ja. Dus hier op de mas. En dat draait continu met de wind mee. Oké. Okay. Het is best warm. Ja, het is wel warm. Zijn zij er ook bijna? Ja, ik zie de lift bijna, dames en heren. Ze komen ook omhoog. Dat is mooi. Wauw, kijk dit dan. Oh my god. What? Oh mijn god. Ja. Let's go. Holy shit. What? Oh my god. Kijk dit dan. Wat vet. Wat een apparaat. Echt niet normaal. Als je beneden staat, heb je niet door dat het zo ruimte is. Hè? Nee, inderdaad. Oh mijn god, dit meen je niet. Gaan we via hier naar buiten? Als je hier zo staat, zie je hier aan de buitenkant die gele ringen. Daar moet ik hem om doen. Daar moet je ze aan vast. Oké. Ik wil graag dat je elke keer...
goed. Holy shit, nee, hier durf ik niet op te staan. Hier durf ik niet op te staan, serieus niet. Ik durf hier serieus niet op te staan. Ik maak geen grap. Ik vind het heel mooi, maar ik sla over. Oh my god. Ik ga wachten op Myron. Ik vind het zo erg. Holy shit. Kijk hem staan. Je bent gek. Holy shit. Holy shit. Oh my god. Is niet normaal. Hij is helemaal gek. Hij is net te gek. Als je eraf gaat, dan val je gewoon. Ja, maar daarom moet je vast. Ja, daarom moet je vastmaken, dat snap ik. Nee, ik dacht dat de hekken waren en alles. Dan kan je niet vallen. Holy shit. Oh my god. Nee, ik ga dit echt niet doen. Er is een grens en dit is voor mij de grens. Oh, zijn we er? We zijn er. Oeh, we zijn er. Daar is Enzo. Ja, echt hè? Man, met die kast. Hoeveel trappen moeten we nu nog? Ja, 1, 2. Twee, oké. Okay. Daar komen ze hoor. Daar komen ze. Hoppakee. Zo. Nou, daar komt Myron. Die tas die zit in de klem. Oké, Myron. Ik maak geen grap. Ik ga je niet naar omhoog. Nee? Ik ga niet omhoog. En ik heb nog nooit zo graag iets in mijn leven gewild. Ben je al geweest? Ja, kijk even. Als een stokstaartje uit het... Wow. Ja, dit is niet normaal. Dit is echt iets voor jou. Maar schat, jij kan dat. Nee, ik trek je de lijn, schat. Je hoeft ook niet over te halen, niks. Ik blijf hier zitten. Jij houdt mijn hand. Schat, hou je mond. Ik blijf hier zitten. Jij doet je ding boven. Je maakt selfies, weet ik veel wat dan. Schatje. Nee, ik ga echt niet. Ik zweer het je, ik ga niet. Ik ben helemaal klaar mee. Ik heb nog nooit zo graag naar beneden gegaan. Dit is niet normaal. Anders blijf je eerst op hier. Op een windmolen. Wauw, heel vet. Hey, jij ook. Schatje, dit is echt niet zo eng hoor. Jawel, ik vind het echt niet leuk. Ik ga niks doen hier. Jawel. Geniet ervan. Hier, je kan gewoon hier met mij hand in hand staan. Twee zitten er vast, hier eentje, daar. Er kan niks gebeuren. Wow, dat uitzicht. Mooi hè? Echt bizar, echt bizar. En oh joh, die wiek is ook nog hoog. Ja, dat is nog bijna 60 meter. Ja, bizar. Ga je vissen? Oh, ik ben zo trots op jou. Holy shit. Ah! Holy shit. Niet normaal. Oh my god, dit is zo onwerkelijk. Hij kan hem zo gewoon in de verte niet naar beneden kijken. Gewoon naar de horizon, zeg maar. Niet normaal. Dat heb je koe worden. Ja, ik kan je nou niet goed zien. Kijk hoe vet ook die wieken zo achter jou is, schat. Goed zo. Jij kan dit gewoon, hè, schat. Ik wist het ook gewoon. Dit is echt knap, hoor. Ja, ik vind dit echt gekke werk. Ik snap niet waarom je dit zou doen. Waarom doe je het zelf dan? Oh, ik heb kramp in mijn bil. Oh, au, oh. Oh. Omdat je billen zo hard ja. aanspannen. Ja. Dit is echt het domste wat ik ooit heb gedaan in mijn leven. Nee, kijk hoe mooi. Je kan er overal heen kijken. Ik snap niet waarom jullie hiervan kunnen genieten. Als je later deze beelden terugziet, dan snap je waarom wij hiervan genieten. Als je ik vind het zo vet, maar ook zo... Ja. Zo naar. Het is zo tegenstrijdig dit. Het is gewoon niet gewoon... Ah, ik snap het echt helemaal. Ik snap er helemaal niks meer van. Ik snap niks meer van het leven. Ik vind het zo apart. Oh, er gaan zoveel emoties door me heen. Ja, maar dat snap ik. Ah, dit is echt... Ik snap er helemaal niks meer van. Hoe de... Ik snap er niks meer van, Herman. Je zou maar windmolenmonteur hebben gesolliciteerd en je moet dan die eerste keer naar boven. Zo. Dan zeg je de smiddags van ik stop ermee, ik ga weer een ander beroep zoeken. Ja, respect voor alle mensen die installateurs zijn. Is het kramp weg? Wow, holy shit. Het staat gewoon hoor. Kijk dan. Toppertje. Toppertje.
Holy shit! Oh my god! Ja, daar heb je Duitsland al hier rond. Gewoon dit hier? Ja. Echt? Dit water hier, mensen? Dat is al Duitsland? Ja. Wow. Daar staat ook in Duitsland. En net achter dat huis. Oh, die. Wow, heel vet. Nou, daar zijn ze een zonnepark aan het bouwen. Ja, ik zag het. Mooi. Heel cool. Ja, daar heb je in de verte zie je Emma volgens mij. Is oh ja, inderdaad. Zwaaien naar Emma. Hoe lang blijven we hier? Als jij naar beneden wil, ga ik met jou naar beneden. Dan kan, kunnen hun hierboven nog. Oh, dat is niet normaal. Ah, ik vind echt waar, Herman. Ik vind het wel echt super tof dat we dit kunnen meemaken. Zeker weten. Echt waar. En ook Ronald, dankjewel. Echt. Dat is altijd leuk, hè? Ja, dat is toch tof? Ja. Nou, altijd weet ik niet, maar... Ik vind het vooral zo vet dat die wieken nog een beetje gaan. Dat je nog wel een beetje ziet hoe dat dan draait. Ja, nu snap ik wel dat je met regen en harde wind hier niet kan zijn, hoor. Verdomme, wat is dit eng, hè. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik had ook verwacht dat de hekjes zouden zijn. Ja, hè? Ja, ik had niet verwacht dat we hier bovenop zouden staan op deze manier. We zijn erin geluisterd. Maar het is toch breder. Het is anders als een trap. Ja, dat zeker. Dan zie je sommigen dan hier overheen lopen, dan springen ze eraf. Ja, niet normaal, hou op. Oh. Zullen we nog één keer hier zo met z'n tweeën staan? Ja. En dan hou ik de camera's al vast. Ja? Ja? Ik ben zo trots op je. Ik vind het echt knap dat je alsnog gewoon gaat. Als je nu die achterste aan deze vastklikt, dan kan je de voorste weer aan mij vastklikken. Weet je wat we moeten doen? Nee. Dit is het geluid aan het begin van zo'n attractie. Ja. Nu nog meer. Oké, weet je wat we doen? Nou? Jij komt hier bij mij. Ja. En dan gaan we staan, foto weg. Ja, dat kan ook. Ja? Dat is ook goed. Zullen we dat doen? Wil je niet bij mij hier? Dan staan we meer in het midden. Nee. Ik hou niet van het midden. Ben je zeker? Ja, zeker. Hier okay. Zo is goed. Ze zien toch niet dat je hier eruit komt. Ze zeggen dat het op puntje was. Maar hier is de molen, hè? Daar niet. Ja, dat is waar. Oh, dankjewel, Ronald. Oh, dit is zo vet. Ook zo op het beeld. Oké, mannen, ik voel het gezellig. Ja, ben je er klaar mee, schat? Ja, mannen, het was me waar genoegen. Dankjewel. Wel echt fantastisch. Dames en heren, het was me genoegen, echt waar. Ik ga weer naar beneden. Spam allemaal in de chat hoe trots jullie zijn op Enzo dat hij dit gedaan heeft. Doei. Doei. Nog één keer naar het uitzicht kijken, anders vergeet je het. Hoppakee. Tot nooit meer. Nee, maar echt sick hoor, echt vet. Ja, goed gedaan. Nou, het al mee, hè? Hey, doei, hè? Arr. Oké, Enzo gaat nu naar beneden. Als hij beneden is, dan gaat hij de drone laten opstijgen. Dan blijven wij hier boven zitten, zodat je ons dan nog ziet staan bovenop de windmolen. En als die droneshots gemaakt zijn, dan gaan wij weer naar beneden. Oké, mensen, ik moet zeggen dat ik dit ook wel een beetje spannend vind. Dat is richting het randje lopen. Verder kan ik niet, omdat ik vastzit. En dan even zo over het randje filmen. Als het goed is, zien jullie Enzo en Herman beneden staan. En dan weer terug. Oké, dat vind ik ook wel spannend, moet ik toegeven. Maar ik denk dat ik het meer spannend vind om de camera te laten vallen. Want ik voel wel dat ik zelf vastzit, dus dan kan niet echt iets mee misgaan. Maar die camera laten vallen, dan heb ik ruzie, denk ik. Oh, je ziet die schaduw nu ook zo mooi daar zo, van die windmolen. Heel cool. Dan zie je ook hoe groot het is, zo in de schaduw. Enzo! Hey! Ik zie je! Wow, je ziet Enzo daar beneden staan. Ja, de drone komt nu omhoog. Klikken we deze los, klikken we hier, deze los en die klikken we dan daar. Dit uitzicht was echt
top. De accu van de camera is leeg, dus ik probeer nu met mijn telefoon op te nemen. Ik hoop dat jullie mij goed horen, ook met de telefoon zo. En dit is zeker wel iets wat je dan soort van je bucketlist kan afstrepen. Want iedereen moet wel eens op de snelweg gereden hebben en gedacht hebben van... hoe zou het bovenop zo'n windmolen eruit zien? Nou, dat weten we nu. Jullie ook, want jullie waren erbij. Dus in principe hoeven jullie allemaal niet meer bovenop een windmolen. Ook al zou ik zeker aanraden, als je een keer de mogelijkheid hebt om het te doen. Wauw, wat was dit vet. Echt zo cool. En ook vet dat het gewoon Drenthe is. Dat je heel veel dorpjes die hier omheen liggen, die ken je ook gewoon. Die herken ik. Echt heel cool. Ik ben er echt een beetje stil van, moet ik zeggen. En heel eerlijk had ik hier nog wel een uur kunnen zitten om gewoon een beetje omheen te kijken. Geslaagd. Zo, zijn we weer met de trap naar beneden gegaan. Gaan we weer de lift in. En dan denk ik weer ongeveer 5 minuutjes naar beneden. 5 minutes later. Zijn we weer hoor. Dat was hem, hierboven. Daar waren we net. We zijn gewoon weer beneden. Yo, we hebben het overleefd. Holy shit. We zijn er weer. Je had de hele vlogcamera batterij leeg gefilmd. Ja, hij is helemaal leeg. Nou, dat dacht ik al. Ik dacht, doe het even met mijn telefoon. Ik ben zo trots op jou. Ik ben ook zo trots op jou. Nee, maar even serieus. Ik ben echt trots op jou. Het is zo knap dat je dat gewoon gedaan hebt. Niet normaal. Ik kan het zelf ook nog niet geloven. Oh, ik ben ook gewoon moe. Ik ben kapot. Als we dan later die beelden terugzien, oh, dan ga je zo onder de indruk zijn. Ja, die droombeelden die ik heb gemaakt. Ja, was vet of niet? Holy shit. Dacht ik al. En het was ook echt heel erg leuk dat Herman zelf nog even daar alleen ging staan. Oh, was hij daar nog even? Ja, oh, dat is heel leuk. Ging hij zwaaien. Oh, super, dat is echt vet. Leuk. Ja, stond Herman daar eens eentje met die drone zwaaien. Heel cool. Ja, echt keigaaf. Serieus hoor. Ik heb 2 nieuwe vrienden gemaakt. Ja, leuk. En die vrienden, een van de jongens, Stan, die zijn vader, die huurt een stuk land van Herman. Oh, meen je? En moet ik... Ja, non John Deere. Ik zag hem al van boven. Hij zegt bij ons in de buurt, alleen maar groen geel. Ja, van de 10 mensen die er wonen. Allemaal groen geel. Er is 1 iemand die heeft een ander merk. En voor de rest alleen maar groen geel. Bij ons zie je alleen maar groen, zegt hij. Alleen maar groen. Nou, wel een mooi plaatje zo hoor. Ik zag hem vanaf boven aankomen. Oh mijn god, weet je, ik scheet hem serieus in mijn broek toen ik jou er overheen zag hangen. Ja. Ik ging naar jou zwaaien. Ja, en dan met de camera zo. Ja, maar ik heb het opgenomen met de camera. Ik zei, dit vind ik ook spannend. Niet om zelf te vallen, maar om die camera te laten vallen. Dat is dan echt eng. Maar ik heb het overleefd, schat. Niet normaal. We staan met beide beentjes op de grond. Op de harde grond. Ja, nou, ja. Ik moet zeggen, ik ben wel heel erg blij dat ik even zo goed heb gestaan. Zo. Ja, echt hoor. Ja. Even zo om ons heen kijken. Want eerlijk is eerlijk, als jij weer naar beneden was gegaan, dan had je nu wel gedacht, shit, ik had ook wel even willen staan. Ik had spijt gehad als ik hier nu stond en ik was niet gaan staan. En dat is ook echt een leer voor de mensen. Tuurlijk, als je echt het gevoel hebt dat je het niet wil, niet kan, dan moet je het zeker niet doen. Maar in heel veel gevallen, als je het gedaan hebt, dan ben je daarna zo blij. Ja, 100%. Ik moest hem even landen, want de batterij was leeg. Ja. Maar het klopt wel hoor. Ik bedoel, ik heb jou nodig om dat te doen. Ja, dan want ik zei tegen Ronald wel 8 keer, ik wacht tot Maya er is. Dus ik kan dit niet alleen. En toen was jij er en dan zie ik jou hoofd alweer. En dan heb ik helemaal geen zin in dat gepraat. Ik heb niet eens tegen jou gepraat. Je was alleen maar tegen mij aan het praten. Ja, ik weet het. En ik lullen. En op een gegeven moment dan... Maar ik ben blij dan ben je er een tijdje. Dat is het. Ik ben blij dat ik als eerste ging. Want dan ben je er een tijdje. Precies. Raak je er een beetje aan gewend. Ja. Een heel klein beetje. Ja. En dan denk je ook steeds meer, je moet ver in de verte kijken. In de volle verte. Niet recht naar beneden. Nee, of recht omhoog. Naar die wieken. Dat vond ik ook wel heftig. Dat bedoel ik. Ja, dat vond ik ook wel heftig. Juist. Goed dat je dat zegt. Want ik keek heel even omhoog. Ook met die GoPro stok. Dan kreeg ik ook kriebels hoor. Ja, wow, is zo. Ik raakte een beetje. Ja, dat uit snap ik wel, want die beweegt ook, die wiek. Dus toen dacht ik ook van ik moet niet omhoog of naar beneden kijken, echt in de verte. Ja. En dan even proberen te genieten. Ja, ik denk dat het voor jou ook heel fijn is dat je mij zo ziet. Ik klim er wel op, ik ga er wel heen. En dat jij denkt, oké, dan ga ik ook. Jij stond heel snel. Ja, ik vond het ook echt heel vet. Ik heb boven nog wat fotootjes gemaakt en wat filmpjes. Niet normaal. Echt heel fijn, maar heel blij dat we dit weer samen gedaan hebben. Schat, ik vond het geweldig. Echt waar, serieus. Ik vond het ook. Fantastisch. Ik ook. Damn. Jammer dat ik niet even een cadeautje voor Ronald en Herman heb meegenomen. Ja, dat doen we later. Dat het zo vet zou zijn. Doen we later, maar komt ik goed. Ga sowieso een mooi knolpakket opsturen. Ja, en je hebt die vette beelden van Herman daarboven. Dat is ook wel een cadeautje, denk ik. Apart naar hem sturen. Ja. Super vet. Nou, kijk eens even, dames en heren. Gaan we even een stukje mee? Hartstikke idee. Hoi. Hoppakee. Bam! Wat was je naam ook weer? Stan, toch? Ja. Kijk eens even. En wat was je ook weer aan het doen? Want iets met aardappel of zo? Ja, loofklappen. Loofklappen?
Ja. Wat is een loofklap? Wat is dat? Ja, gewoon het blad van de aardappels afhaal. Ah, holy shit. Van wie heb je dit geleerd? Van je pa? Ja. Dus je pa die kan dat wel? Ja, die kan dat wel, ja. Dus dat wordt allemaal automatisch door dat ding hierachter wordt dat allemaal gesneden? Ja, ja. Dan doe ik hier de aftertas ook aan. Dus je doet nu een apparaat aan en die haalt al dat blad eraf. Die gaat het gewoon snijden, zeg maar. Ja. Kijk eens even. Oké, dus voor de duidelijkheid, alles wat je hier ziet, zo ziet het eruit. Ja. En dan achteraf ziet het er zo uit. Dus ja. Allemaal in mooie lijnen. Dus zoals jullie zien, worden allemaal eraf gesneden. Geniaal. De before en dan after. Nou, hoe lang ben je met het hele veld bezig hier? Oh, hier nog een paar uur, maar ik hoef niet de hele twee hele velden. Oh, oké. Gewoon een klein stukje. Ja. Nou, zit wel lekker zo. Ja, ik ben best mee zo. Hoe oud ben je? 15. 15. Rijd dus. Wel dik hoor, 15 jaar, dikke chandeer rijden. Ja, dikke chandeer, ja. Ja, wat wil je nog meer? Ik heb wie de ken je dit nummer? Nee. Oh. Nou, een mooi nummertje. Ja. Toppie man, serieus. Jas, fantastisch. Zo, dat is mooi hoor. Niet normaal, kan niet beter. Zo. Nou, had ik dat ook weer meegepikt. Ja. Heb ik even gekeken hoe ze het blad snoeien van de aardappelen. Ging het goed? Nou, dat deed hij netjes. Nog maar 15 jaar, maar bizarre, hij hè? Doet keurig. Ik werd net gevraagd van, ja, ik kan dat accent niet. Die is echt heel anders dan Drents, hè. Maar wat voor bier drinken jullie eigenlijk? Echt? Ik zou drinken geen bier. Oh, wist ik wel, ja. Zo oud ben jij dan? 15. Ze zijn allemaal 15. Ze zitten allemaal anders uit. Ja, klopt. Oh, maar ik moet nog steeds bijkomen. Ja? Ja, ik vond het trillen nog een beetje op de voetjes. Ja, mijn buik is een beetje gaan draaien en zo, maar echt serieus, een van de vetste ervaringen ooit uit mijn leven. Echt waar. En daar wil ik jullie hartelijk voor bedanken. Ja. Serieus. Dat vond ik echt, echt heel mooi. Hey, en het plezier is nog niet voorbij, want we kunnen nog iets doen. En daarna moeten we naar huis. Wat dan? Je mag nog koeien voeren met de sonderen. Koeien voeren, oh mijn god. Heerlijk. Let's go. Oh, kunnen we misschien eerst wat drinken dan? Jawel, dat kan. Melk? Kan ook. Kunnen wij even met de trekker terug? Nee, jullie met de trekker terug. Jullie weten hoe het werkt. Dus, let's go. Top. Nice, dan gaan we even lekker wat drinken. Dan gaan we de koeien nog even voeren. En dan heb ik serieus een prachtige dag gehad. Echt waar. Nou, is goed. Zien we jullie daar weer. Oké. Okay. Top. Zo. Ik doe de deur voor je open, meneer. Wil jij niet nu rijden? Nee, dat durf ik niet. Dat durf je niet? Ja, als jij me helpt, durf ik het wel. Ja, tuurlijk. Ga maar zitten, schat. Oh, die GoPro zit er nog in. Oh, ja. Nou, dat gebeurt soms. Oi, oi, oi. Ik vind het zo mooi om de jongens te zien. Oh, geniaal, hè? Echt zo leuk. Ja, echt serieus geniaal. Hij is 15 jaar. En zit hij even mooi zo het land helemaal te snijden. Oh. Ja, zijn vader brengt de trekker hierheen. Want hij mag niet over de openbare weg. Klopt, dus ze brengen de trekker hierheen. En dan gaan ze op het land. Nu gaan ze weer. Ja. Met z'n tweetjes. En dan gaan ze allemaal werk doen. En dan daarna haalt zijn vader weer op. En dan... Superleuk. Oh, het is bloedheet hier. Ja, wat doe ik? Sleutel omdraaien. Moet ik niet mijn voet op de rem? Nee, want dat staat in P, dus hij is neutraal. Draai hem om. Kan niet. Nou, dan misschien toch wel voet op de rem. Toch wel voet op de rem. Ja. Maar hij kan nergens heen gaan. Het enige wat je hoeft te doen, is als je deze hier zet. Ja. Zo, en je zet hem dan naar voren en dan gaat hij al rijden. Oh ja. Zie je? Dus nu staat hij nog eens in neutraal, zeg maar. Wat is dat dan, die pedaal? Die pedaal hoef je niet te gebruiken. Oh, alleen rem en ja, dat hier. Is eigenlijk de koppeling, maar dat heb ik net ook niet gedaan. Dus wat je nu doet, je doet hem naar voren, ja. En dan zie je daar rechts dat oranje pedaal. Ja. Dat is gas. Echt? En dat pedaal daar links van, allebei is rem. Oh, allebei? Waarom zo veel? Ja, weet ik ook niet, omdat remmen belangrijk is. Dus het kan maar nooit groot genoeg zijn, denk ik. Zoiets of zo. Jij kijkt wel goed met me mee, hè? Nee, je kan best niet hier aan vasthouden, maar aan die knop. Oh ja. Zo mooi, de hele stuur. Dit gaat helemaal goed. Ja? Ja, zeker. Ik ga nu maar wat naar links. Hij zwengt altijd een beetje uit. Maar het is wel super chill, want alleen de voorkant stuurt met de banden. Oh ja, moet ik hem nu in het haasje zetten? Ja, je kan hem nu in het haasje zetten en dan gaat die klap hier in één keer naar voren. Dan gaat hij wel wat harder. Hoppakee, hoppa. Mooi, hè? En straks als je hem weer terugzet in zijn 1, ja? Dan moet je dat niet doen als je zo hard rijdt. Want dan klap je in één keer naar voren, want dan moet je in één keer naar die versnelling in te hoge toeren. Snap ik, dus moet je een beetje remmen. Ja, dus moet je een beetje remmen en dan kan je hem daarna weer terug. Mooi, hè? Ik heb nog nooit in een trekker gereden. Echt niet? Wel eens ernaast gezeten of zo, maar nog nooit. Nee, je zit er ook meteen zo'n stoer bij. Oh, wacht, jawel, ik heb wel zo'n trekker gereden. Zo'n grasmaaien trekker, maar niet zo met zo'n cabine. Niet zo groot, oké, okay, pas op voor deze auto. Ja. Dat is een dikke Audi. Hoi. Oké, nu kan je hem daarin zetten in die 1. Ja, keurig. Kniplichtje aan. Hop. Zo, even naar links. Ja, dat is wel echt leuk. Zit je weer in het haasje.
Hoe geniaal is dit? Dat stuur is wel heel gevoelig, vind ik. Ja, maar je moet in deze schat. Ja, maar dat vind ik dus gevoelig. Dan vind ik hem dus gevoelig. Echt? Ja. Ja, dat, ik vind dat zo lekker met zo'n knop. Ja, want je moet ook heel veel draaien, wil je een bocht maken. Dus dan is dat ook fijn. Kijk eens even. Hoppakee. Nou, dat doe je keurig. Dat doe je echt serieus keurig. Maar Herman had hem wel achteruit. Dat ga ik niet doen. Nee, zet hem hier gewoon naar links. Dat is prima. Dan kan ik hem altijd keren als ik wil straks. Oké, wat je nu gewoon doet is de rem. Nee, ik zet hem even een beetje recht zo. De rem. En dan zet je hem in zijn P. En dan draaien ze... Nou, wat? Ik vond het een geweldige ervaring. Super nice. Echt waar. Super nice. Nou, dat was hem weer. Dat was hem. Hoppa. Nou, dames en heren, gaan we eens even kijken bij de koeien. En voor de duidelijkheid voor de mensen is dat, je hebt iets van 50, 60? 50, 55 pinken heet dat. Pinken. Die zijn, als ze ja zijn, komen ze hierheen. Ja. Zorg ik dat ze dan prachtig, oftewel zwanger worden. Dat zorg je zelf voor? Ja, nou, zoiets. Oké. Okay. Want je hebt al meerdere stieren ook hier. Nee. Er komt dan iemand, een inseminator. Oh, echt? Nee, die met een buis. Een rietje in, zeg maar. Oh. Kijk eens, dames en heren. Daar hebben we de beauties. Hallo, hallo. Hey. Oh. Ja, moet je voorzichtig benaderen. Even laten ruiken. Rustig maar, hè. Nee. Ja, niet normaal. Zo'n grote kop, joh. Of zeg je hoofd bij een koe? Kop, hoofd. Mooi hoofdje. Oh, die is mooi. Hallo allemaal. Wat leuk dat je er bent. Oh, jij bent echt mooi. Allemaal, het lijkt net allemaal van die nieuwsgierige kopjes. Maar het is gewoon om te eten natuurlijk, hier zo. En wat kan ik met de trekker doen? Het voer er goed bij leggen? Een beetje een blokje voer ophalen, ja. Afsnijden. Die mag je er dan voor. En het voer, wat hier ligt? Dat is nog wel goed. Ik heb vanmorgen een klein beetje bij opgedaan, zeg maar. Het is niet, nou ja, als ze de hele dag genoeg hadden. En is dit hooi of stro? Nee, dit is gras. Gras? Gras, die maai je dan. Ja. En dan 24 uur, 36 uur later ongeveer hak je er bij elkaar. En dan komt een grote hakselaar. Ja. En dan komt het kou. Moeten deze pinken de hele dag hier voer hebben liggen? Moeten niet, maar het is wel het beste. Oké, okay, want dan kunnen ze gewoon... Maar eet ze dan niet te veel? Maar kijk, nou kun je ook zien welke die komt. Hier, allemaal die liggen. Dus als het dan op is en deze, die willen graag eten. En dan kunnen ze niks. Ja, want ik heb begrepen dat een koe bijna zijn hele leven gewoon qua de hele dag door zwart. Ja, slaapt maar een, volgens mij met 20 minuten per 24 uur. 20 minuten per 24 uur slapen? Hij eet eerst veel, ja. Dan gaat hij liggen, dan gaat hij opboeren en dan gaat hij dat herkomen. Ja, maar zijn hier nu ook herkauwen? Zijn hier nu ook drachtige koeien? Hier zijn deze zijn allemaal drachtig. Ja, want deze is wel heel dik inderdaad. Ja. Dus deze gaan binnenkort weer weg? Deze gaan binnenkort weer weg. Er is heel even een kraantje aangezet. Ja, ik hoor. Niet normaal. Ja. Hoe die koeien kunnen plassen en poepen. Ja, daar kunnen zien naar die de koe daarna. Ah, oké. Okay. Ah, super. Hey! Ze zijn toch wel een beetje bang. Ze zitten allemaal zo te kijken. Hallo. Nou goed, dan gaan we er eens even werk van maken. Nou, gaan we eens even trekken rijden. Ja, en wat zit die te doen uit die bak? Die krijgt wat extra mineralen, mogen ze daarbij likken, zeg maar. Ah, extra mineralen. Ja. Goed bezig. Die zeg maar een mineralenpilletje of een vitaminepilletje nemen, zeg maar. Ja. Hebben hun dat. Ah, wat geniaal. En daar kunnen ze drinken? Daar kunnen ze drinken. Wat? Zo, je hebt goed gedronken, vriend. Oh mijn god. Je bent een beetje aan het lekken, jij. Je hebt echt goed gedronken. Ja, kom maar niet te dicht bij de lens, want dan... Oei, oei, oei. Lekker, hoor. Hoi. Hoi. Hallo. Oei, joh. Zo schattig. Echt mooie dieren. Kijk, zo een mooi shotje van de windmolen. Ja, joh, echt serieus kijken. Oei, oei, oei. Nou, ik ben wel blij dat als ik nu naar een windmolen kijk, dan, dan moet ik altijd denken aan Herman. En dan denk ik niet aan angst, maar dan denk ik wel aan iets moois. Dat is wel fijn. Oké, okay, ja, weet je wat trouwens Myron deed? En ik weet niet of dat fout is, maar Myron die ging zo sturen. Oh nee, dat kan niet natuurlijk. Ja, dat kan wel. Dat kan want wel. Ik vind die knop vind ik veel te mooi. Ja, die is veel makkelijker, ja. Ja, ja maar Myron die vindt dit juist makkelijk, maar dat komt omdat ze niet gewend is. Nee, dit is veel makkelijker. Ja, dat is ideaal. Nou, dan mag die machine moet je iets omhoog doen. Ja. Dan ga je eerst dit knopje naar je toe halen. Naar me toe? Ja. Hoe ver moet die omhoog? Helemaal. Helemaal? Ja. Ja, alles. Zo. Dan mag je de eerste naar je toe halen. Deze naar me toe. Ja.
Wat doen dan gaat hij helemaal omhoog. En dan moeten we daar nog een stukje van afsnijden aan die kant. Oh. Dus gaan we eerst maar iets naar voren toe. Oké, even kijken. Dan zetten we hem eerst rustig naar voren. Gewoon zo toch? Ja, en dan gewoon prima. Een beetje op laten lopen. Zo, zo naar links en dan zo weer recht vooruit. Ja, en dan naar achteruit weer. En waarom heb je gekozen voor een sondeer? Omdat ik een mooie trekker vind en ook een goede trekker is. Dus die heb je heel leven al gehad? Of gewerkt met hem? Nee, dat niet. Ja. Dan doe je die eerste naar beneden toe. Die. Ook zo. En dan ga je weer naar achteren, dan ben je erin weer los. Wow, dan wordt dat zo gesneden. Perfect, en dan gaan we die snijden. Ja, dan mag je die naar voren doen. Oh, dan gaat die snijden? Ja. Ah, ideaal dit, echt ideaal. Kijk, en nou is het net een broodmes die je een plakje brood afsnijdt. Je ziet die mesjes ook snijden zo. Helemaal onderaan is dan even iets omhoog. De stal toe. Ja, die gaat het een beetje strooien. Zeg. Ja, dan gooit dat eraf. Wel omhoog dan? Nee, een stukje. Maar niet verder. Nou, en dan mag je naar voren rijden de stal in. Hoppa! Nou, dan neemt hij het mee naar de koeien. Kijk dan, helemaal gevuld met een dik pak gras. En dan nu? Een beetje aan het voer langs. Is hij verder door nog? Is hij verder door? Ja, ik zet hem stop. Poesje! Wat? Stop maar, dan met hem. Dan doe ik deze weer om hem mee toe. Deze? Ja. Naar me toe? Ja. Oma. Ja. Dan doe ik die naar je toe. De derde? Ja. Nou, dan gaan we langzaam vooruit. Laten we hem maar los. Oh, echt? Dan kun je zien in de spiegel dat er voorkomt. Ja, geniaal. Ja, ideaal weer. Kijk, en nou staan al je fans weer te wachten dat ze weer wat nieuws krijgen. Ja, want die vinden... Deze fans die blijven keurig achter een hek zitten, dus... Ja, net zo goed. Ja. Oh, sommigen krijgen het helemaal op hun hoofd. En dit doe je elke dag twee keer? Nee, één keer daags. Oh, één keer daags. Ja. Soms komt dat gras echt op. In één keer op hun hoofd, ja. Oh, hier, ze lopen allemaal. Zeker Enzo Knol is er, dus... iedereen. We willen geen handtekening, we willen voer. Om te eten. Dan ga je gewoon ook weer achteruit eruit. Ja, we gaan even dit voer erin afdoen. Oh, wat er nog op zit, bedoel je? Ja. Oh, het ruikt wel lekker. Ja. Oh, heerlijk. Lekker zoet. Ja. Oh, gaat er nog wat doorheen dan? Of is dat echt puur nee, gras? Nee, is gewoon door de zon komt de suiker in het gras. Ja? En dat suiker, dat ruik je nou, zeg maar. Ja, dat ruikt echt lekker. Ja. Oh, wist je dat? Ja, sowieso gras wat net gemaaid is, ruikt dat ook wel lekker. Ook, ja. Gaan we helemaal in de achteruit? Zet hem daar maar neer, ja. Ja, joh. Dit met die draaiknop vind ik zo leuk. Ja. Perfect. Vakantie gaan, weet ik wie ik bellen kan. Ja, hoor. Nou. Dan hebben we Enzo. Pas Enzo ik wel, weer even voor, hè? Pas ik wel een beetje op. Nou, top. Die hebben we weer eten. Dat is hoe je het doet, dames en heren. Ik weet nooit zo goed. Ja, zo. Volgens de Arbo, hè? De regels. Hoppa. Precies. Nou, ze waren blij, hoor. Dat ja, zag je wel. Ze waren allemaal aan de velgen aan het likken. Zeg je dat? Oh, echt? Dat zag ik niet. Nee. Dus ze kregen de gras op hun kop. Ja, dat zag ik wel. Dat heb ik ook gefilmd. Zag je zo schattig uit. Klopt. Ja, echt grappig. Ja, ze eten toch op. Ja, maakt niet uit. Ja. Ja, geniaal. Superleuk. Dit was echt nice. Leuke afsluiting. Het is leuk om zo'n beetje te sturen, zeg maar. En dan het mooiste uiteindelijk lijkt me nog dat je dan zo strak mogelijk hier langs moet. En dan zo. Ja, dat er afsnijden zo. Ja. Dat lijkt me geniaal. Ja, heel cool. Ja, echt leuk. Vet, echt serieus. Echt tof. Precies wat jij zegt. Perfecte afsluiting. Ja, toch? Ja, dankjewel voor de gastvrijheid. Ja, voor de leuke dag. Met Enzo overlegd. Als ik met vakantie ga, dan kom ik Enzo voeren. Zo, hé. Hey. Ja? Nou, dat lijkt me een goed plan. Ja. Ja, in volgens mij zijn jullie vaker op vakantie als ik. Dus, ja. Ja. Ik wil een keertje ruilen. Ja, ook. Ja, nee, echt super vet. Graag gedaan. Echt leuk. Dankjewel. Ja, echt tof. Maak er een mooie vlog aan. Zeker weten. Ja, dat is gehoord. Dat is zeker gelukt. Dankjewel voor Herman en Ronald. Ja. Dankjewel voor de tijd. Echt fantastisch. Er is toch wel één dingetje wat ik me afvraag. Nou? Wat gebeurt er achter deze deur? Oh mijn god. Ja, dat weet ik ook niet. Herman, wat zijn dit voor praktijken? Goed. Echt mooi. Ik zag dat al toen we hier opkwamen rijden. Echt? Ja, en ik heb me de hele tijd ingehouden, maar... Nee, maar toch leuk om even te filmen nog. Ja, ik denk, zeg het woord maar niet hardop, maar... Het is wel grappig om te lezen. Ja, het is gewoon bijzonder dat bordje is afgebroken, precies bij dat stuk. Ja. Dat is gewoon toevallig. En bijna zie je dat nou. Echt, hè? Die katten, die zitten te chillen, hè? Ja, maar ze zijn lief. Te verlegen, te schuw. Ja. Ja, ze komen niet bij je, maar ze blijven wel echt lang zitten. Ja, deze komt dan bij je en die loopt dan toch weer door. Ja. Dus ze blijven wel bij elkaar. Klopt. Maar die ene ging niet aan de kant, hè? Nee, ze bleef gewoon zitten. Ja, ik moest gewoon toeteren. Ja. Toen sprong die in één keer weg. Kijk dan met z'n drieën.
Ja, schattig. Nou, plassen en dan gaan we er vandoor. Ja, ik ga even plassen en dan gaan we er vandoor. Maar wauw, Koevoorde, stop. Ja, leuk dagje. Ja, serieus, echt, echt leuk. Oh mijn god. Ik schrok zo erg. Weet je wat zo mooi was? Ik had de achterklep open en ik ging nog even plassen, Marjon ook. En ik zei van, oh, we moeten wel even straks kijken of de kat dan niet erin gaat. En serieus, Marjon doet de deur open, die kat die springt eruit. Oh mijn god. Die zat gewoon lekker mijn broodje op te eten daar. Ja. Je hebt een topdag. Hallo, bijna een kat erbij. Dankjewel. Doei. Doeg. Doei. Hoi. Holy moly. En ik zei het ook nog, hè. Ja. We moeten kijken of we niet per ongeluk een kat meenemen. Echt niet normaal. Hoe dan? Echt mooi. Hij is gewoon helemaal van achter naar hier gekomen. Ciao. Ciao, ciao. Wat een lieve mensen. Echt hoor. Ongelooflijk. Echt van genoten. Zeker. Lekker dagje zo. Wauw. Nogmaals. Echt goed gedaan. Zo, wat was dit leuk, hè? En zo mooi ook dat Herman zei, ja, je hebt wat zoals vroeger toen je als kind zit in de auto, zo je hand zo uit het raam gedaan, zo. Ja. En ik letterlijk nog op de hele weg. Dit is zo lekker. Op, ja, ik zei, oh, dit is zo lekker als je je hand zo doet. Ja, echt. Zo typisch. Oh, ik ben een beetje moe van geworden. Zoveel indrukken en zo'n spanning, zoveel gezweet. Het was warm, hè, daarboven. Echt heel warm. Wow, hoe kijk dat dan? Vuilnisbel voor auto's. Oud ijzer. Kijk, alle auto's die worden daar opgestapeld. Om meteen maar dan naar het volgende onderwerp te gaan. Wat ik ook nog een keertje wil doen, is op zo'n machine zo'n auto kapot knijpen. Echt, hè? Dat bij zo'n ijzerboer, of hoe je dat ook noemt. Ja, dat is ook heel belangrijk. Lijkt me echt zo machtig. Dat is met die knijpkracht, dat is echt ongekend. Dat kapot gaat. En dan pik je zo'n auto, pak je op, en die knijpen dan helemaal zo uit en die leggen dan ergens neer. Ja, bizar. Oh. Ik moet echt bijkomen, mensen. Dit was gruwelijk vet. Ja, heel cool. Dames en heren, check deze tunnel. Gruwelijk vet. Shout-out naar... Wat is dit, Emma? Yes, de Hondsrugtunnel. Oh my god. Check hoe vet het is. Maar check, hoe geniaal toch? Vet. Heel erg nice. Mooi tunnel. Is vast veel geld gekost. Ja, en dat was ook lek. Hij was ook lek. Hier naar rechts. Dus maak je een tunnel, knijt veel geld omdat het een beetje designachtig is en dan wordt hij ook nog lek. Ja, het was gewoon lekkage daar binnen de hele tijd. De lamp ging volgens mij ook steeds kapot en zo. Dat is echt drama volgens mij. Ja, maar het ziet er wel mooi uit. Dus dan is de vraag, was het waard of niet? MNA. Nou, ja. Tenminste de gemeente denk ik. Oké, we gaan eventjes een pizzaatje ophalen. Yes! Voor de terugweg. Lekker hoor. Ze hebben 2 pizza salami besteld hier in Emmen bij een pizzeria. Hier naar rechts. En hier naar rechts. Ja, en dan gaan we even vragen of ze hem willen snijden. En dan kunnen we het in de auto meenemen en opeten. Omdat we nog helemaal naar huis moeten in Zeist. Lekker. En Emmen en Zeist is nog wel even een afstand. Oh ja, en we zijn even heel erg snel langs Romee gegaan. Dat is een vriendin van Meijer. Die is verhuisd. Dus we hadden even de woning bekeken van haar. Ja. Dus dat hebben we ook nog even gedaan. Hier is het ergens? Ja, hier links. Maar je kan hier parkeren. Ah, toppie. En jij kent het hier wel een beetje, hè, Emmen? Ja. Emmen konden wij dus ook zien, hè, vanaf de... Leuk lot. Windmolen. Heb jij het gezien? Nee. Nee, nou schatje, laat zien wat we hebben. Wat is er? Ja, gewoon voor in de auto. Dat is toch erg eigenlijk? Nee, is toch mooi. Hoppa! Het ziet er goed uit hoor. Nou, we zijn ondertussen even met de hangjeugd van Emmen hier een beetje op de foto geweest. Tenminste, voor zover de mensen ons hadden gespot hier met de auto. Dus in de tussentijd dat jij weg bent geweest, heb ik alleen maar foto's gemaakt en videoboodschappen ingesproken. Nou, we hebben weer mensen blij gemaakt. Precies. Lekker. Gaan we nog vandoor. Eén zo'n jongen die zei, en zo'n jongen, je hebt helemaal geen gas gegeven in de tunnel, of wel? Ik zei, nee. Ik zeg, ik was die tunnel even rustig aan het filmen. Ik zei, maar als je wil, dan wil ik straks wel gas geven in de tunnel. Oh ja, zo mooi zijn. Maar we gaan dan niet eens langs. Nee? Nee. Oh, dat is wel lullig. Ik heb gezegd dat we langs gaan. We kunnen wel zo en dan weer terug. Ja, maar anders vind ik lullig. Doe maar. Dus doen we even gas geven in de tunnel. Doe maar. Ja, dat leek hem zo mooi. Maar hij zei, ik heb je helemaal niet gehoord. Je reed niet door die tunnel, of wel? Ik zei, nee, gewoon rustig. Ja, iedereen denkt dat jij altijd vol gas hebt. Ja. Dat is niet zo. Nee, je rijdt ook wel eens rustig hoor. Ja, omdat we hier natuurlijk nooit komen. Dan gaat het meteen gek. Dan gaan we meteen helemaal gek en rond. Die is gewoon een vriendin, die heet Romee. Ja, Romee. Ik hoorde Ron, net. Oh, zin in pizza hoor. Ja, ik doe hem af expres even open dat hij een beetje afkoelt. Want dan kunnen eerst deze delen en hebben we daar nog weer warmer eronder. Oh, dat is zo slim. Oh ja, moet hij eigenlijk naar rechts? Ja. Dan gaan we naar links. Heel erg naar links hoor. Ja, want hij staat nu bij die tunnel te wachten. Dan vind ik het echt lullig als we naar rechts op de snelweg naar huis gaan. Klopt. Oh ja, ja. En zo zei dat hij onder de tunnel ging en dan gewoon nooit gaan. Oh, en dan nooit daar komen. Nee, kan ik niet doen. Ja, en ik vond het ook wel jammer dat je niet even gas gaf. Die jongen achter mij die doet ook al meteen zo. Kijk uit voor die pizza, hè? Ja, daar gaat hij. 1, 2.
cool. Nou, nu, het is groen, dus we kunnen meteen weer terug. Geniaal is dat. Nou, gaan we meteen weer terug. Hoppakee. Voilà. Kijk uit, de pizza. Ik heb geen zin in pizza, allemaal schoon. Holy shit, dit is echt vet hoor, die tunnel. Kijk dan, gruwelijk. Ik zal ons nu al gehoord hebben, denk ik. Precies. Oh, hier een fiets, joh. Ja. Nou, kom maar op met een lekker stukje pizza. Ja, let's go. Eet, eten. Ik krijg van die lekker vette klauwen van salami. Heerlijk. Oh. Zo, dat doet me denken aan dat nummer van het nieuwe album van Kanye West. Ja, dat doet hij. Hoi. Het is echt ziek, want als we daar naar links gaan verderop, dan gaan we als goed naar huis. Maar als we naar rechts gaan, dan gaan we naar je huis. Ja. Naar ouders huis. Ze zijn zo dicht bij het noorden. Een kwartiertje ongeveer. Ja. Maar mijn ouders zijn niet thuis, dus daarom gaan we niet heen. Nou, hebben ze een vetje bijgekregen? Nee. Oh. Ik heb niet verteld dat we in de auto gingen eten. Oh. Niet, nee? Ik heb alleen gevraagd of ze konden snijden. Oh. Nou, anderhalf uur rijden en dan zijn we er wel weer, mensen. Heerlijk. Ligt dat aan mij of is dit een hele rare verhouding om te zien? Ja, die Alo klopt ook, hoort ook niet bij die... Nee, wat is dit voor verhouding? Huh? Zo vaag? Ja, het is ook iets, een kenteken. Iets van een bouwconstructie en dan in één keer een auto erachter. Oh joh, wel ziek hoe groot dat is, hè? Oh, je ziet die chauffeur niet. Ja, dat zit helemaal zo overkapping. Nee, dat is gewoon een robot. Ja. Nee, maar dat zit helemaal zo overkapping zo rechtdoor. Ja, het zit helemaal diep. Dat is ziek, hè? Ja. Zo diep. Echt gek. Kijk, een bus. Wow, we hebben het nog niet vaker gezien. Kijk daar, prachtig. Wow. Nou goed, we zijn over 3 kwartier thuis. Zijn er nog niet. Nog lagen niet. Vind je het vervelend? Nee, het komt wel goed. Het begint een beetje te regenen eigenlijk. We hadden echt een perfecte dag hoor vandaag. We hebben geluk mee gehad. Zo dames en heren, zoals jullie zien ben ik weer terug in mijn studio. En ik heb zo erg genoten van vandaag. Ongelooflijk, serieus waar. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie net zo erg met mij meegenoten als ik vandaag. En een beetje broekpoepen, maar goed, we hebben het overleefd. Ik check jullie heel graag morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En de gloednieuwe collectie, dames en heren, de Smiley Drip collectie, die komt dus morgen om 12 uur op knolpouw.nl. Zorg dat je erbij bent. Bedankt voor het kijken. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace. Knolpouw!